Oké, vandaag heb ik een verrassing voor mijn vader, moeder en broertje. Ik hoop dat ze het leuk gaan vinden, want het kostte vrij veel geld. Mijn vader houdt van tv kijken. Dus ik dacht, wat dacht je van een nieuwe tv? Deze kost 1920 euro. En ja, ik heb niet heel veel geld, maar ja, met mijn eerste salaris kon ik dit betalen. En ik hoop dat hij er blijft. En sinds mijn moeder houdt van zingen, heb ik voor haar een hele mooie microfoon gekocht. Ik hoop dat ze het leuk gaat vinden. En natuurlijk, voor mijn broertje heb ik ook wat. Voor hem heb ik een fiets gekocht. Voor 100 euro. En met zijn favoriete kleuren, geel en blauw. Ik weet niet eens of het zijn favoriete kleuren zijn, maar maakt niet uit. Laten we even kijken naar hun reacties. Wow, wow, wow. Kijk naar dit. Een gloednieuwe tv. Oh, Full HD. En pap, wat vind je ervan? Nice, hè? Cool, hè? Leuk, hè? Mwah, het is oké. Niet verkeerd. Oeh, wat is dit? Oeh, wee. Een nieuwe fiets. Blauw met geel. Mijn favoriete kleuren. Yeah. En, wat vind je ervan? Leuke fiets, hè? Goed gedaan, hè? Mam, jouw cadeautjes in de slaapkamer. Ga even kijken. Ik ben benieuwd. Even kijken, hoor. Oeh, een microfoon. Oh, my baby. Mam, niemand zingt beter dan jou. Oké. Schat, de toiletpapier. Merci de votre présence. Je crois que nous allons pouvoir... C'est tout pour aujourd'hui, merci. Broskies, welkom terug bij de volgende aflevering van de FC 24 Dwinson Player Career. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent en belletje aan. Oké, broskies, we gaan even kijken naar de kalender. Zoals ik al zei in de vorige aflevering, we gaan dus nu om en om spelen. Dus, Dunker Kwe, wat voor naam is dit? Troyes gaan we dus simuleren. Saint-Etienne gaan we spelen. Bastia gaan we simuleren. En Bordeaux gaan we spelen. Dat is het schema. En trouwens, helemaal vergeten, kijk. We hebben al sinds, even kijken, 16 september geen enkele wedstrijd meer verloren. Sterker nog, even kijken. 3-2. Oké, dus 3 overwinningen en 2 gelijke spelen. Daarmee staat Parijs FC op plek nummer 12 in de competitie. En het verschil met de nummer 5, want die geeft toegang tot promotie. Begrijp me niet verkeerd, hè? Niet rechtstreeks, maar dan gaan we waarschijnlijk een play-offs doen of zo. Maar het verschil is dus 4 punten met Angers. De eerstvolgende wedstrijd is tegen de nummer 14. De nummer 14. We gaan het zien. Vraag is trouwens, want kijk dat balletje. Kijk even dan. Kijk. We gaan trainen, want dat zei ik sowieso. We gaan altijd trainen, want we hebben dus die... Maar even kijken hoor. Wacht. Hoeveel procent? 74. We hebben maar 50% nodig. Ja, dat gaat super lekker. Ik zit te denken. Ik denk als ik ga trainen, dat we dan een basisspeler zijn. Ik weet niet of... Maar aan de andere kant... Ja, hoe vaak gebeurt het dat een keeper, weet je toch, tussendoor wordt gewisseld? Dus we gaan gewoon trainen. We zien het wel. En volgens mij ben ik nog steeds een... Nou, we hebben 3 A'tjes. Nee, we zijn dan sowieso een basisspeler. Kijk maar. Alles simuleren. Oh. Oké. We zijn wel een niveau omhoog. Maar we beginnen vanaf de bank. En nu is de vraag. Wat is de stand? Het staat gelijk. Dat is niet verkeerd. Dat betekent dus wel potentieel 1 punt. En Hamel is on fire.
een 6.5. Behaal een redding tegen doel met ratio van minimaal 50%. Laat niet meer dan 2 doelpunten door. Even kijken. We hebben balbezit. Lopez is er langs. Marchetti. En Marchetti verliest daar de bal. Dat is te gemakkelijk, Marchetti. Kijk die verlichting op de achtergrond trouwens. Het knippert gewoon. Dat is wel echt details. Hamo aan de bal. Mooie, wacht even. Lasne. Met een mooie pas. We staan voor met 2-1. Met nog ongeveer 25 minuten op de klok. We hebben de voorsprong te pakken. Wat spelen wij anders? Echt bizar, man. We spelen zoveel beter dan het begin. Wat een aanval, jongens, trouwens. Uit het boekje, hè? Uit het boek. Het is Manduki. Is hij de nieuwe aanvoerder? Oké. 2-1 voor, jongens. Manduki. Marchetti. Marchetti is dus niet de aanvoerder. Ik dacht dat hij het was na het vertrek van... Jongen, oh, we hebben zoveel geluk. Wacht even, Marchetti. Nee, weer Marchetti. We kunnen gewoon de bal niet in de ploeg houden. We hebben gewoon de voorsprong te pakken, heerlijk. Maar ja, er is nog zoveel tijd. En elke keer raken wij de bal kwijt. Sorry, duurt even. Kan niet ertussen komen, nee. Ze hebben al veel te lang balbezit. Veel te lang bal. Daar komt er tussen. Vomba. Nee. Ja. Daar is de redding! Ondertussen hebben ze gewoon weer de bal. Ik dacht eventjes, ik laat even die herhaling zien, maar ze zijn er weer. Ze zijn er gewoon weer. Gaan we dit... Oh, lekker. Kom op. Weg. Gewoon weg, jongens. Weg. Ah, en ze krijgen gewoon weer... Gaan we dit volhouden dan? Lekker gedaan van, ja, de beste speler. Vomba. Oké. We hebben eventjes rust. We kunnen eventjes ademhalen. Lopez, links buiten. Hamo kan worden bereikt. Maar dan moet je die paas ook wel geven, Raudin. Doet hij niet. Durft hij niet. Manduki, kan jij hem tussendoor geven? Nee, niemand durft het. Marchetti, kan jij? Niemand geeft hem op Hamo. Daar. Bijna een foutje. Manduki. Mooie paas. Terug naar Manduki. Daar is de paas. Kamara. Voor het definitieve einde van Dunkerque. Oh, het is klaar, jongens. 3-1 overwinning. 8 minuten nog te gaan. Ja, we gaan sowieso niet verliezen. Wacht even. Nog een doelpunt. Kamara. Mooie paas. Lopez. Kamara! Oh, wat spelen we lekker, man! Laatste kans is misschien wel voor Dunkerque of zo, weet ik veel. Dunkerque. Oké. Wacht even! Oh, ik heb het 8.4! Mijn hoogste cijfer ooit! Laatste aanval. En we zien niks, want die camera's staan wel een klein beetje. Maar maakt niet uit, we winnen met 3-1 van USL, ga ik zeggen. Van Dunkerque. Ja, oké. Luister, we hebben gewonnen, man. Dwayneson zijn hoogste cijfer ooit. Een 8.4. En een hele cruciale redding, hè. Ja. We gaan even kijken. Een 8.3 is het geworden. Schoten tegen 3. Reddingen 2. Paasnauwkeurigheid 50%. Minuten gespeeld 30. Dit was een lekkere wedstrijd. Dit was een heerlijke wedstrijd. Alle doelstellingen behaald. Plus 25. Wat een wedstrijd. We hebben activiteiten. Werk aan een verbeteringsplan met de wat? Met de coach, oké. Hebben we gedaan. Oké. En Halloween. Kunnen we die doen? We hebben niet eens genoeg geld. Die kan wel. Maar dat is geen virtuoos. Wij hebben virtuoos. Oh, slim gedaan. Oh, wacht. Deze heeft 10. Is goed. Ja, we verdienen natuurlijk nog niet zoveel geld, hè. Maar ja, dat zag je al aan die opbrengst thuis. Bij de Vincent thuis, dus. Maar komt goed.
De volgende wedstrijd gaan we dus simuleren. De wedstrijd tegen, de nummer 1. Maar die gaan we gewoon simuleren, man. Dat is wat ik heb gezegd. Alles simuleren. En waarschijnlijk gaan we dus wel weer verliezen, hè. Dat is wel jammer. Ga naar uitslag. Even kijken. Ja, maar ja, dat was wel... 1-0, hè. In minuut 68. We hebben na een hele lange tijd weer verloren. Maakt niet uit. We doen het goed. Wacht. Even kijken. We staan op plek 11. Het verschil met Angers is officieel 4 punten. Maar we hebben wel 1 wedstrijd meer gespeeld. We gaan naar de volgende wedstrijd. De volgende wedstrijd is tegen Saint-Étienne. Saint-Étienne staat op... Waar staan ze? Op plek 6. Dit is een hele cruciale wedstrijd. We gaan even trainen. Alles simuleren. En Dwayne Son is terug in de basis. Even kijken. Wat is dit? Lees een boek van een rijke ondernemer. Oké, broskies. De volgende wedstrijd is tegen Saint-Étienne. De nummer 6 van League 2. Even kijken, een 8.5. Laat niet meer dan 1 doelpunt door. Behaal een redding tegen doelpunt ratio van minimaal 80%. Een 8.5. Dat is trouwens wel echt hoog. Dan moet Dwayneson echt veel meer reddingen gaan maken. Maar ja, dat betekent ook dat de kans groot is dat ze scoren, weet je. Want ja, hij gaat natuurlijk niet alles redden. Dus we gaan het zien. Ik ga die namen echt niet opnoemen. Dit is de eerste aanval trouwens van Saint-Étienne. Oké, goed gedaan, Colo. Dankjewel. Daar gaat hij dan. Zie je maar. Ah, ongelooflijk. En het schot dat we lossen wordt meteen geblokt. Hier is Hamel. Ja, er is niemand om je heen, hè. Je kan gewoon... Ah, mooie paas. Lopez. En dan gaan we schieten. Daar is het doelpunt nu. Green met de redding. Oh, dat had het doelpunt moeten zijn. Mooie paas van Marchetti. En dan het schot. En dan kort hoek gedekt door de keeper. Goed gedaan. Hey, mooi tenuutje. Saint-Étienne. Ongelooflijk, hè. Gewoon League 2. Volgens mij hadden ze een paar jaar geleden toch de... League 1 gewonnen. Of niet? Laatste. Oh, weer geblokt! Goed verdedigd van Saint-Étienne. Cavaro. En nee. Colo, goed gedaan. De eerste helft is voorbij. Bijna. Misschien nog een mogelijkheid voor Saint-Étienne. Want ze hebben hier nog steeds balbezit. En het ziet er gevaarlijk uit. Diarra. Sissoko. En daar is hij. Hij is er langs. Oh, dat is een fout denk ik van Dwayneson. Hij stapte naar rechts en die spits, of in ieder geval die speler, maakte daar echt gretig gebruik van. Ai. 1-0 achter tegen Saint-Étienne. Even kijken hoor. Kijk, let goed op Dwayneson. Hier. Ah, op zich. Hij stapte niet naar... Ja, hier stap je een klein beetje. Ja. Ja, 1-op-1 met de keeper. Het kan altijd. Weet je wat het is? Dat is gewoon... Weet je, als je 1-op-1 met de keeper bent, is dat gewoon altijd lastig. Ik kan niet echt zeggen dat dat een fout is van Dwayneson, maar het zag er niet echt heel goed uit. Maar 1-op-1 met de keeper, ja. Ja. We staan achter met 1-0, jongens. Kunnen wij de wedstrijd nog kantelen? Ik vraag het me af. Wij hebben een paar keer geschoten op doel, maar elke keer gewoon geblokt. Hun schieten op doel, het is gewoon raak. Dat is wel echt, ja, de pijnlijke wetten van de voetbalwereld. Je moet gewoon je kansen benutten. Hier is Saint-Étienne. Mooie paas, Sissoko is er gewoon langs. Ja, maar wat wil je dat ik doe dan? Hij kan gewoon vrij schieten, jongens. Saint-Étienne is beter. Kijk, door het midden en dan... Ja, we hebben geluk daar, hoor. We zijn niet goed aan het voetballen. Jammer genoeg. Terwijl we eigenlijk wel... We hadden wel meer kansen in de eerste helft. Maar ja, zoals ik al zei, je moet ze wel afmaken dan. Hebben we dat gedaan? Nee. En nu staan we achter. Laatste. Hamel. Weer een hakje. Paas maar. Kom op. Mandoekie. Waarom nou recht op de keeper? Dat moest hem gewoon zijn. We maken in één keer af. 1 kans, 1 doelpunt. En jij schiet recht op de keeper. Hé, hey, je krijgt de bal. Dankjewel. Wacht even. Wat gaan we doen dan? Wacht. We geven hem terug op jou, want je staat vrij. Oh my god. Bro. Sorry. Ik dacht dat is gewoon een hele makkelijke paas, maar ik geef de bal terug aan Saint-Étienne. Hier is Cardona. Oh, Cardona. Ja, wat een redding, jongen. Oké, we kunnen het nog.
We zijn meteen gesprongen naar een 5.6, hè? We vechten ons terug in de wedstrijd. Ultra vallen, dat zegt de coach. Kan hij hem... Ja, hij levert hem, joh. Hamel. Maar nu, Hamel. Ja, je ziet dat hij... moet echt in de... Jongen, ja, maar dat gaat hem niet worden, man. Dat gaat hem dan gewoon niet worden. En ik word gewisseld. Oké, we gaan kijken. Simuleer de rest van de... Ja, weet je wat het is? We hebben net twee grote kansen gemist. Ja, dan kan je gewoon geen punten pakken dan. We moeten dat ook afmaken. We hebben verzuimd om af te maken. Ai. Slechte wedstrijd gespeeld of niet? Ja hoor. Virtuoos. Wat is dit? Trainingsboost. Oké. De wedstrijd tegen Bastia gaan wij simuleren. We gaan eerst even trainen. En dan gaan we naar de wedstrijd. Kunnen we misschien hier wat doen tegen Bastia? En we winnen! Hamel en Marchetti. Lekker. We hebben gewoon weer gewonnen, gelukkig. De wedstrijd tegen Bordeaux. Bordeaux staat op 19. Wij staan op 12 of... Ik denk 12. Even kijken. Ja, 12. Het verschil, even kijken, met de nummer 5 is 4 punten. We hebben wel 1 wedstrijd meer gespeeld. Maar ja, dan is het dus wel belangrijk dat we deze wedstrijd winnen. Maar op welke plek staat Bordeaux? Wacht even. Bordeaux staat op... Dat zegt niks, maar ze staan wel op 19. Wij beginnen wel beter te spelen. We gaan nog eventjes trainen voor de wedstrijd. Alles simuleren. En we gaan naar niveau 15, jongens. Laatste wedstrijd van de aflevering, jongens. De wedstrijd tegen Bordeaux. Wat zijn de doelstellingen, coach? Een 7.5. Voorkom dat je de wedstrijd verliest. Laat niet meer dan 1 doelpunt door. Spelen we thuis? We spelen thuis. De wedstrijd tegen Bordeaux. Wat is er gebeurd met Bordeaux? Helemaal onderaan, League 2. Ongelooflijk, man. Zonde. Overnemen, kom op. Overnemen, lekker gedaan. Op het middenveld hebben we daar Camara. Hamel, aanspeelpunt. Daar hebben we hem aan de bal. Nu moet hij gaan kaatsen. Ja, dan moet hij naar de spitspositie gaan. En dat doet hij niet. Lopez, kom op. Geen hakjes, jongen. Ja, nog één paas. Ten Belen, andere kant op. Hamel! Wat een redding van Strašek! Ongelooflijk goed schot van Hamel, man. Lekker. We hebben de corner. We hebben de corner. Zou het kunnen, Hamel. Hamel. Ah, ik zie niks. Ik zie niks! Man! Wie heeft dat de bal? Hebben wij de bal? We hebben de bal, we hebben de bal. Nog even. Alakush. Camara. Hamel. Mooie paas. Lopez! 1-0 voor tegen Bordeaux. Oh, wat een schot. Keeper zag er niet goed uit, maar maakt ons niet uit. Wij staan voor met 1-0. Lekker begin van de wedstrijd. Ik ben echt tevreden, man. We spelen wel echt leuk voetbal. Meestal, hè. Niet altijd, maar meestal wel. Als je kijkt naar de eerste paar wedstrijden, dat was echt dramatisch. Maar nu begin ik echt steeds meer te geloven in het team. En we staan pas nog steeds op 12, hè. Weet je, we vechten echt voor die plek 5. 4 punten achterstand. Ja, misschien wel 7, want ja, we hebben natuurlijk 1 wedstrijd meer gespeeld! Jameson, daar hebben we de... Daar hebben we deze. Ja, een 6.8. 1-0 voor. Oh my. Ongelooflijk. Oh nee. Goed verdedigd van Colau. Wie is dat? Camara. Terug naar Pembele. Pembele daar. Hamel rechts. Rechts. Daar is hij. Dan Hamel doorlopen. Alakou gaat hem... Oh, Alakou, bro. Nu moeten we oppassen voor de counter. Davidashvili. Hou maar op. Voorzetje. Voorzetje! Jongen!
Een 7. Maar ze hebben de corner. Meteen erop. Geblokt door Pep Belen. Ze hebben nog steeds de bal. Wijsbek. Tussendoor. Gaat hij weer schieten, Elis? Ja, gaat weer. Hij gaat weer! Die kon ik sowieso niet tegenhouden. Oh, wat hebben we dan geluk. Even kijken hoor. Ja, dat is echt kantje bord. Pep Belen aan de bal. Alakour. Nu. Geef hem. Juist, Hamel. Nee, oké. Voorzetje. Pembele. Mandouki. Doorgeven. Schieten. Lekker schotje, man. Splash ik met de redding. Penalty, alsjeblieft. Is het een penalty? Is het er buiten of er binnen? Vanaf hier kan ik het niet zien. Hopelijk is het een penalty. Waarom doe je je duimpje omhoog? Lol. Het is gewoon een penalty. Hamo, alsjeblieft. 2-0. Is het bijna klaar. Kom op. Hamo. Oh my god. Oké, maar we staan nog wel voor met 1-0. Oh, Hamo. Wat doe je nou, man? Wat flik je ons nou? En het is meteen een counter, trouwens. Kijk even dan. Dit is te gemakkelijk, jongens. Nee, dit is te gemakkelijk. Verdedigen. Ja, te gemakkelijk. Nou, aan de andere kant valt hij meteen. Dankjewel, Hamo. Hamo mist gewoon een penalty. Het is gewoon te bizar voor woorden. De gelijkmaker van Bordeaux. Zo, Hamo. Jij bent echt de slimiel van de wedstrijd. Als we deze wedstrijd niet kunnen kantelen. Sowieso, Hamo. Deze moet je echt goed maken. De eerste helft is voorbij. 1-1. Nog 1 helft te gaan. Oh, Hamo. Hoe dan? Misschien moet Dwayneson zijn... dat zou wel uniek zijn trouwens. Hè, als Dwayneson gewoon een penalty-nemer kan worden. Zeg ik het goed? Penalty-nemer? Ja, toch? Jawel. Bordeaux is de betere ploeg. Eerlijk is eerlijk. Ze tikken ons helemaal kapot, hoor. Kijk dan. Wacht even. Meteen weg, ja. Meteen weg, Marchetti. Hij plikt op gewoon ertussenuit, die bal. Elias. We worden helemaal kapot gespeeld, man. Bordeaux, de nummer 1, bijna laatst van de competitie. Dwayneson met de 6.4. We hebben een puntje tot nu toe. Maar Bordeaux is beter. We hebben daar wel de bal. Kom op. Oh, het zou wat zijn, zeg. Het zou wat zijn, zeg. Lopez op Hamo. Hamo. Waarom schreeuw ik als er niks gebeurt? Hamo. Lol. Marchetti. Bruh. Davitashvili, ja. En Simba. Die naam ga ik sowieso noemen. Perenguel. Ja. Pedro Diaz. En tussendoor wordt hij gegeven. Lekkere redding. Geef hem op Hamo. Dit is zijn beste kwaliteit hier. Dit is hem. Ik weet waar ik het over heb. Pembele. Je moet gewoon gaan, Pembele. Hamo is ervoor. Maar gaat er iemand mee? Hamo, niet kwijtraken. Alsjeblieft, niet kwijtraken. Kamara. Nog een keer. Wat? Naar voren. Jullie gaan niet naar voren gaan. Nee, maakt niet uit. 1-1. We hebben een puntje. Een puntje is beter dan een nederlaag. We moeten dat positief zien, jongens. We hebben weer een punt erbij. Maar we hadden recht op meer. Hamo. Die penalty. Zonde, man. Zonde. We gaan even kijken, jongens. Wat hebben we gedaan? Een 7 is wel echt lekker, hoor. Schoten tegen 7. 4 reddingen. Nu is de grote vraag. Reddingen Dwayneson zorgen voor gelijkspel tegen Bordeaux. Ja, ze zien het gewoon, hè.
Ze zien wat Dwinson kan. Maar wat is de stand in de competitie? Nog steeds op 12. Het verschil met de nummer 5 is officieel 5 punten. Wacht even. Pau heeft 14 wedstrijden gespeeld. Dan zouden ze misschien wel op 25 punten kunnen komen. En plek 5 overnemen. En misschien, ja, ook sowieso plek 4. Ja, oké. Okay. Maar ja, wat doen we nog mee? 19 punten, hè? 19 punten. Ik vind dat netjes. Broskies, dit is ook meteen het einde van de aflevering. Hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog achter te laten. Abonneer als je nieuw bent. En belletje aan. I'm Outski.